voorzichtig een beetje naar beneden. Even een afstapje maken. Op weg weer naar twee mooie bunkers, hè. Het is echt lekker rustig hier ook. Het is een mooi bos. Als je zo op de achtergrond kijkt, het ziet er echt geweldig uit hier ook. Prachtig. Ik hoor alleen maar vogels. En een specht. En een kraai. En weet ik veel wat. We gaan lekker de wandeling maken. Lekker in de natuur. Ik ben nog niemand tegengekomen hier. Oh ja, wel. Een hardloper. Hoe zou ik alweer even geleden. We gaan op zoek naar twee leuke bunkers. Maar eerst moet ik jullie allemaal bedanken voor het kijken naar mijn video natuurlijk, naar mijn video's. En de abonnementen die ik al heb. Het zijn er al tegen de 50. En ik heb pas twee afleveringen gemaakt, dus ik ben daar echt heel erg blij mee. En dat is een, ja, het is leuk om daarmee door te gaan dan, weet je. Bunkers die we gaan zoeken, dat zijn standige, hè? Dat zijn standige bunkers, ST'ers. ST'ers, dat zijn de dikke jongens, zeg maar. De muren daarvan, die zijn minimaal 2 meter dik gewapend beton. 2 meter dik, dat is toch bizar. Een muur van 2 meter. Je hebt ze ook van 3 meter. Gaan we ook naartoe. Niet nu. Of tenminste, ik weet eigenlijk niet eens hoe dik dat deze muren zijn. Ik heb er de rolmaat bij me. Kijk. Daar komen we ergens. Alleen waar moeten wij? We volgen gewoon het pad. Dan gaan we kijken waar we ongeveer terechtkomen. We moeten een beetje richting de kust lopen. Nou, de kust is een beetje die kant op. Het pad zal dadelijk ongetwijfeld een beetje naar die kant buigen. Hoop ik. Maar dat maakt ook niet uit, joh. We hebben tijd zat. En als ik wat leuks tegenkom, dan kom ik eventjes bij jullie terug uiteraard. Ik zie heel veel heuvels hier zo, echt hoge heuvels hoor. En dat duidt altijd wel op iets leuks natuurlijk. Ik loop in een gebied waar niet die bizons allemaal lopen. Die buffels, hoe heet die dingen. Die grote horens. Daar heb ik niet zoveel mee met die dingen. Ik heb ook een gebied hier, daar lopen allemaal van die wilde paarden. Heb ik ook niet zoveel mee. Ik, als die dieren hoger dan mijn knieën komen, dan maak ik wel even een omweg. Nou jongens, hoe zijn we nou hier al eigenlijk bijgekomen om naar deze wiedenstandsnest te gaan? Dat ga ik jullie uitleggen aan de hand van deze tekening. Dit is nou, al die zwarte puntjes die je ziet. Dat zijn dus allemaal ST-bunkers, hè? De standige bunkers. Dus die grote, dikke jongens, zeg maar. Nou, wij gaan eigenlijk naar een wiedenstandsnest 102 van Heres. En dat zie je hier staan. Een beetje dichterbij houden. Bouwpunt 37, wiedenstandsnest 102 H Heres. Dat zijn twee bunkers, twee ST-bunkers. Een 3701 en een 3702. Een 501 manschappenbunker en een 134 munitiebunker. Die twee bunkers die gaan we proberen om die op te sporen. Als je dat lijntje gaat volgen, dan kom je hier dus uit bij 37. Zie je dat puntje staan? Dat moet hem zijn. Nou, wat voor gegevens hebben we nou eigenlijk op deze kaart? Dit is de kustlijn.
En we hebben eigenlijk niet zo heel veel hoor, behalve dan dat er allemaal bunkers op staan. Maar er staat één stad op. Brielle. Die staat hier zo. En we hebben natuurlijk die hele rare punt hier. Nou, als je nou een beetje kijkt naar 37. En vanaf die punt naar 37. En we gaan ook deze kant op. Dan legt dat ongeveer in de midden. Dus wat gaan we doen? We gaan een lijn trekken van Brielle naar die punt. En dan gaan we een beetje in de midden. Gaan we een haakse lijn omhoog doen. En dan komen we, als het goed is, komen we in 37 uit. Dat heb ik al een klein beetje voor bewerkt. Dit is dezelfde foto. Waar je ziet, ik heb er twee lijnen opgezet. En dan kom je dus hier rechtuit in 37. Het is vlak langs de kust. Maar waar moeten we dan precies zijn? Nou, ik heb een foto gemaakt van Google Maps. En als je deze foto even goed bekijkt, en ik haal deze weg, dan zie je eigenlijk precies hetzelfde. Ik heb die rode lijnen, die heb ik er al in gezet. Hier zie je dus de stad Brielle leggen. En hier zie je dus die punt. Rechte lijn gedaan. Haakse lijn erbovenop. En dan kom je dus eigenlijk, die kustlijn die loopt hier ook. Maar die heb hier, is er een beetje land aangekomen. Dus die kustlijn die liep eigenlijk gewoon hier ook. Hier langs. En zo verder naar Brielle. Je ziet eigenlijk, als die kustlijn hier loopt, dat die eigenlijk die rode lijn, die gaat dwars door dit. Door dit bos heen. Als we een klein beetje inzoomen, dan wordt het wat duidelijker. Komen we bij dit bos terecht. Ik heb hem al bijgezet hoor, bouwpunt 37, Wiedenstandsnes 102. Heerders. Gaan we nog een fotootje verder inzoomen. Dan komen we dus hier ook terecht. Nou, waar ga ik nou zoeken? Ik zoek altijd naar oude gebouwen. En daar zet ik mijn auto neer en dan ga ik daar vandaan op zoek naar die bunkers. Nou, je ziet hier, terwijl het net een klein beetje begint te regenen. Je ziet hier nog eigenlijk een kerk staan. Zie je, met die bomen eromheen. Hier staat er, hier heeft ook nog eentje gestaan, maar hier staat erin. Zetten we de auto hier neer en dan gaan we dus naar die denkbeeldige rode lijn die hier dwars doorheen loopt. Gaan we vanaf hier gaan we dus naar het bos lopen. Dan gaan we kijken of hier die bunkers van Wiedenstandsnest 102 kunnen vinden. Lopen. Kijk dan. Kijk dan. Zie je hem? Gaaf, hè? Dat is de tweede die ik zie. Kijk, daar gaat hij. Ik had er net mijn camera niet in de aanslag. Een minuut of vijf geleden. Maar nu zag ik hem ineens lopen. Kijk, daar gaat hij helemaal. Snel, hè, die beesten. Gaaf, man. Ik zie iets leuks hoor. Een mooi gebied hier, oh, maar kijk joh. Hier zijn we een beetje aan de rand van het bos. Ik
komen we een beetje in de duinen hierachter. Moet de zee zijn. Maar ik zie het wat moois hier zo. Gaan we even naartoe. Laat ik jullie even zien. Wat het is, weet ik niet. Althans. Wat is dit apparaat hier dan? Zie je? Het is gewoon een aansluiting van een van water. Misschien heeft hier wel iets met water gestaan. Het zou zomaar kunnen. Want hier is namelijk gewoon dat wiedestandsnest, hè, waar we naartoe op zoek zijn. Want ik zie toch wel leuke dingetjes hier tevoorschijn komen, moet ik je eerlijk zeggen. Ja, ja. Ik heb een bunker gevonden. Leuk man. Ik weet niet wat voor eentje het is. Het is een bijbunkertje. Maar het is er een. Een FA-bunker. Een opslagbunkertje. Kijk nou, wat gaaf. Ik ga de camera even draaien, ik kan hier even mee genieten natuurlijk. Kijk, grappig hè? Leuk man. Leuk bunkertje. Zie? Zo'n soort opslag zou voor voedsel kunnen zijn. Misschien heeft hij wel een watertankje ingestaan, ik weet het niet. Maar je ziet het, hè? Het dak is altijd een beetje van wat beton. Het is maar een heel dun dingetje hoor, dit. Die muren zijn meestal iets van 66 centimeter. Er zal een deurtje in hebben gestaan, zo aan dat haakje hier te zien. Maar als er eentje is, dan moeten er wel meer zijn. Hè? En ik ga jullie vertellen dat dat ook zo is. Kijk, een manschappenbunker in het type ST, standig, die heeft altijd een nooduitgang. Tenminste, als die maar één ingang heeft. En een 501, die heeft maar één ingang. Dus die heeft ook een nooduitgang. Over nooduitgangen ga ik jullie allemaal eens een keertje alles uitleggen. Want dat is zo ingenieus hoe dat bedacht is. Ik sta iedere keer nog steeds van versteld hoe ze dat in godsnaam hebben kunnen uitvinden. Gewoon geweldig. Echt geweldig. Maar daarover later meer. Maar we gaan eerst even een nooduitgang laten zien die ik hier tegenkom. Geweldig, hè? Kijk, een nooduitgang die is altijd met een halve cirkel. Kijk, daar loopt weer een hert. Zie je hem lopen? Ik zag er weer een. Dat is de derde die ik zie. Geweldig. Oh, wacht even. Hij is helemaal afgesloten, zie je? Maar dit is dus de nooduitgang van een 501 bunker. Je ziet dat hij half rond loopt. Hij is dichtgemaakt voor de vleermuizen. Je ziet alleen nog maar dat ene gaatje. Dat is speciaal voor de vleermuizen gedaan. Dat betekent dus dat deze bunker helemaal is afgesloten. Kijk, hier komt natuurlijk die 501 tevoorschijn, hè? Maar hij zal wel dicht zijn. En dat is die ook.
Ja. Hij is dicht. Helaas. Ik heb ook weer een zootje tekeningen gehad van het Nationaal Archief. Die heb ik gekregen via iemand. Ik weet niet of hij het fijn vindt dat ik zijn naam noem, dus dat doe ik dan maar bij deze niet. Een heel zootje tekeningen van Hoek van Holland. Daar had ik er maar eentje van en dat zijn er nu ruim 60 geworden. Eén daarvan, dat is deze. We zijn natuurlijk vorige keer in 14E geweest. Nou, dat is eigenlijk dit complex. Je ziet hier, even kijken of je het kan zien op de camera. Die eerste bunker die we zagen, dat was die. Weet je wel, met die scherfmuur aan de linkerkant. Hier er nog eentje aan de linkerkant, hier er nog een. En er was eentje aan de rechterkant, dus dat is deze bunker. Ik zei eigenlijk dat er waarschijnlijk geen Tobroeks waren lossen, maar die zijn er wel. Dit is namelijk een Tobroek. En hier zit er ook eentje. En verderop zit er ook nog een. En daar verderop. Zit er ook nog één. Even kijken hier onder mijn duim. De rest zie je dus die bunkers liggen. Dat was die keukenbunker waar we geweest zijn. Dit is die ene munitiebunker. Met hier die toobroek. En die heeft, het schijnt hier ook dat hij ook nog een scherfmuur heeft. Die andere twee hebben dat niet. Dat is deze. En deze, die hebben wel een toobroek. En je ziet dat er allerlei nog bunkers omheen liggen. Het zijn er in totaal, wat hier staat, 24. Maar ik heb ook weer een andere tekening waarop staat, nou bijna het dubbele. Bijna zitten er allerlei kleine bunkertjes tussen, die dus op deze tekening niet staan. Ik heb deze tekening dus gekregen van die persoon. Hartelijk dank daarvoor. Ik ben daar echt heel erg blij mee. En ik ben... ja, hier echt mee geholpen. Maar zo zag dus dat 14E eruit waar we de vorige keer zijn geweest. Dit was nog eventjes ter aanvulling daarop. Nou mensen, ik moet jullie eigenlijk nog iets leuks vertellen. Ik heb natuurlijk zo'n YouTube kanaal nou. Dan kan je natuurlijk zien waar die mensen allemaal vandaan komen. Ik heb kijkers uit Duitsland, België, Frankrijk, Finland, Engeland, Nederland uiteraard. Maar ook een ander land, die staat eigenlijk op nummer 2 qua kijkdichtheid die naar deze filmpjes kijkt. En dat land dat ligt ergens in Zuid-Amerika. Ook daar komen dus kijkers vandaan. Nou, speciaal voor de kijkers uit Zuid-Amerika. En Midden-Amerika wil ik een film maken, ook voor hun in hun taal. Dat is natuurlijk wel een probleem. Ik spreek hun een beetje Spaans en ik ga maar even wenden tot hun. Buenas a todos, de los países América del Sur. Como Argentina, Chile. Ecuador, Peru, Colombia y Brasil. Para vosotros, yo sé, hay unos espectadores que miran a mis pelis de este de los bunkers de muro atlántico. Y entonces yo intento hacer un peli junto con mi cuñada, ella es de Brasil. Y vamos a hacer un peli en la idioma a vosotros. Y yo sé, es muy difícil para vosotros por comprender holandés, claro, porque los holandeses es muy difícil para comprender los idiomas, las tuyas, normal. Pero vamos a hacer una vez o más. Vamos a mirar un búnker o otras construcciones del muro atlántico. Este muro existe aquí, es de 5.000 kilómetros de largo. Está también en mi país, Holanda, al lado de las playas, desde Noruega hasta España.
Vosotros son con 600 millones de habitantes, junto con España y Portugal. Entonces, cuando yo hago eso, muchas personas pueden mirar de este peli. No sé cuándo yo hago eso, pero en unos meses, unas semanas, depende cómo es el tiempo y vamos a visitar un bunker o más. Chao. Als ik nou een stukje film, dan, ja, dan neem ik het gewoon één keer op, weet je. Kijk, ik ben geen regisseur of een producer of een weet ik hoe die gasten met die filmtoestanden allemaal heten. Ik doe het gewoon één keer en is niet goed, dan is het niet goed. Ja, het is niet anders. Net ook wat het in het Spaanstalige gedeelte, dat heb ik gewoon één keer opgenomen. Ik hoop dat het een beetje verstaanbaar was. Dus, maar goed, joh, dat zal denk ik wel aardig uitkomen hoor. Dus. Maar ik doe alles gewoon één keer. Simpel zat. Verspreek ik mij, nou dan doe ik dat toch lekker. Dat maakt me allemaal niet uit, joh. Kijk, die film hoeft niet in de bioscoop, hè. Dus vandaar. Ik maak nog even lekker een wandelingetje hier, oh, en naar weer een buggetje. En je hoort werkelijk waar helemaal niks hier. Ja, vogels. Mooi, hè? Nou jongens, je ziet het. De 134 hebben we gevonden. Ik ga eerst even een paar maten meten hoe groot dat die muren nou eigenlijk zijn. Ik heb een rolmaatje bij me, dus gaan we even opmeten. Meter. 3 mm daar, hè? 2 meter. Geweldig. Vaklui, hè? Vaklui. Echt. Nou jongens, je ziet het. We zijn er binnen gekropen. Komen we hier zo in de galerij, zoals dat heet. Daar zie je een staal loeftoenschacht. Zie je het? En weet je wat mooi is? Bij deze bunker. Tas even hier neerzetten. Je ziet hier zo. Zie je het bunkernummer staan. Hier. Ik weet niet hoe beetje een beeld is, maar zie het 134 en daaronder moet staan 3702, maar dat is weggehaald.
tenminste, dat is verdwenen. En je ziet ook nog een beetje die camo-kleur, hè, dat gele, zie je het? Gaaf rij dit. Het werkt wat verder naar binnen. Je kan hier net niet staan. Een stukje verderop misschien wel. Hier komen we bij de eerste ingang. Zie je? Dit is een munitiekamer. Hier stonden natuurlijk die panzerdeuren. Ik zal mijn vinger er eens bij houden. Dan kan je ongeveer een beetje zien hoe groot dat die scharnieren zijn. Zie je het? Zonder de vier. Hier beneden zie je nog zo'n zo'n pen die er nog in zit. Zie je het? Gaaf hè dit. 2 meter dik beton, man. Die ingang is dichtgemaakt. Maar wel een staal luchtingsschacht. Daarachter zie je het. Ik weet niet of je het kan zien. Maar hier moet ook nog het bunkernummer gestaan hebben. 134-37-02. Deze is dicht. Hier kennen we dus niet naar buiten. Ik zie daar nog wel kabels lopen. Zie je het? Gaaf rij. Dat is helemaal verzand. Hier komen we dan in de munitieruimte. Even uitkijken voor die putten, want je ziet daar een gat zitten. Ik zal nog wat op zwart-wit zetten voor die vervuiling allemaal. Voorzichtig kijken waar ik een beetje kan lopen. Het is veilig hoor. Kijk, allemaal verroest natuurlijk. En hierboven heb je weer die stalen plaat wat ik vorige keer liet zien. En dit zijn natuurlijk die i-binten. Hierboven zit dus 2 meter beton. Gaan we. Hier is die... wat dus uitkomt in die... luchtschacht. Hier kan je gewoon lopen hoor. Ik kan gewoon staan hier dan. Nou, wat is er nou met, nog meer met deze bunker? Deze munitiebunker werd ook gebruikt als niet als een 134, maar als een 134K. En wat is een 134K? Dat is een kuge. Die werd dus ook gebruikt als kuge-unterstand. Deze bunkers zijn gebruikt als keuken. Dan werd hij wel aangepast natuurlijk met afvoeren en dergelijke. En hij is gebruikt als een 134S. Sammutatsunterstand. Oftewel een hospitaalbunker. En wat hadden ze dan gedaan hier met deze bunker? Als ze hem gebruikt als hospitaalbunker, dan was de galerij, dus deze ingang, die is nu 1 meter. Die hadden ze dus 40 centimeter verbreed. Ook hadden ze deze hoeken. Deze deur stond waarschijnlijk wat meer in de midden. En deze hoeken hadden ze afgeschuind. En waarom hadden ze dat nou gedaan? Dan kun je dus makkelijker manoeuvreren met een brancard. Dus dan was deze dus 40 centimeter breder. En de hoeken afgeschuind. En we hebben er nog eentje, zo'n bunker. En die staat ergens in Groede. Ergens in Zeeuws-Vlaanderen. Ik ben daar nog niet geweest. Daar ga ik geheid een keertje naartoe natuurlijk. Hier komen we in de andere ruimte. Veel stenen. Dat betekent dat hier natuurlijk ook nog allerlei gebouwtjes zijn geweest. Wat is afgebroken, die stenen hebben ze natuurlijk hier ook ingegooid. Hier geldt hetzelfde. Nou, die tekst die hierop staat. Dit is eigenlijk iets heel speciaals namelijk. Die tekst die hierop staat, die gaan jullie nu zien op een wat betere foto uiteraard. Maar je ziet ook die 4 bouten zitten. Zie je het? 4 van die tapeinden. Hier heeft dus een hes aangehangen. Want hier staat ook, bij gasgevaar, zwijnsend stuk met rotte ring heraus nemen. En dan staat er nog wat gasfilter einsetzen of zoiets. Nou, dat staat dus, dat betekent dus dat deze bunker, dat zie je ook aan dat ding, dat er dus een hes heeft gestaan. Dat is niet normaal voor een munitiebunker.
Een manschappenbunker heeft altijd een hes. Dus misschien is dit wel een keukenbunker geweest. Denk het niet hoor, want ik heb geen afvoeren hier gezien. Maar eigenlijk opmerkelijk dat er hier een hes hangt. Maar misschien is het wel normaal, weet ik niet. Ik ben ze nog nooit in een 134 tegengekomen. Of ik heb niet goed gekeken, ik ken het natuurlijk ook. Maar dit is dus dit lag dus helemaal vol met rekken, met munitie. Met muren van 2 meter om ons heen. Bizar, hè? Heerlijk, man. Heerlijke bunker dit. Je hebt ook deze bunkers, die 134. Daar gaan we er nog eentje van bezoeken, hoor. Die heeft hele grote, dikke, vette scherfmuren. Aan allebei de kanten. Ik weet er een paar te vinden. En eentje die is open. Dat is een 9305. Ook een 134. En die gaan we dan een keertje bezoeken, joh. Goed, hè. Geweldig dit, man. Het wordt een beetje krapper hier, hoor. En dan moet ik maar weer door dat gat naar buiten zien te wurmen. Maar dat gaat wel lukken, hoor. Dan moet ik kijken wat een bizarre dingen wat dat zijn. Hey. Mooi, hè? Maar goed, dit is dus een standige bunker, hè? Een ST'er. Zoals dat in het bunkerwereldje heet. Een ST'er. Mooi, man. We gaan naar buiten en dan kijk nog even een rondje hier. Mooi, man. Geweldig. Geweldig. Nou, jongens, we zijn weer aan het einde gekomen van deze aflevering. Ik vond het weer heerlijk om lekker een dagje in dit prachtige bos te zijn. Nou, je hebt het gezien, ik heb herten gezien, konijnen, heel veel vogels gehoord. Het is gewoon echt een prachtig bos. Ik hoop dat jullie het ook wel leuk hebben gevonden. We hebben natuurlijk deze jongen gezien. We zijn even naar binnen geweest. Ik heb een beetje uitgelegd wat een 134 natuurlijk is. De volgende keer gaan we natuurlijk weer andere bunkers bekijken. Als het kan, ST'ers. Dat zijn wel een beetje mijn favorieten. Vergeet niet te abonneren. Dan weet je zeker dat je in ieder geval weer de volgende aflevering op de eerste rij zit. Vergeet je ook niet te abonneren op het kanaal van Rick, Ennis, Prep en Wild Camping. Volgende keer neem ik jullie weer mee naar een mooie bunker. Ik zou zeggen, tot dan. Ciao.